allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En gisteravond zijn we heel erg gezellig met mijn ouders, mijn broertje, mijn oom, Romano en Milan, vriendje, uit eten geweest. We gingen lekker sumo eten. Maar toen had ik de weekvlog al afgesloten, toen ze opeens besloten om uit eten te gaan. Dus, wacht even. Beter? Ja, dus dat heb ik niet meer gefilmd. Maar daarna is Milan hier blijven slapen. Hij is nu even naar huis, want hij moest de auto thuis brengen. Ik ga hem zo meteen ophalen. Of hij komt hierheen met de scooter, dat weet ik niet. Maar daarna gaan we gezellig samen op de scooter naar Rotterdam. Want ik woon in Den Haag. En met de scooter naar Rotterdam is echt maar heel kort. Nou ja, heel kort. Het valt allemaal wel mee, dus volgens mij. Vorig jaar hebben we het met zijn scooter gedaan, maar die ging wat harder. Toen deden we er 50 minuten over. Mijn scooter gaat wat zachter, dus ik denk dat we er ongeveer een uurtje en 10 minuten, een kwartiertje over doen of zo. Maar daar heb ik heel erg zin in. En ja, ik heb trouwens echt super leuke armbandjes gekregen van twee meisjes. Oh, het zit hierin. Ik heb dit nodig. Oké, ik ga het even laten zien. Ik zou even hieronder hun Instagram account en zo zetten. En even in de beschrijving. Maar twee meisjes die verkopen sieraden op Instagram. En die hadden mij een bericht gestuurd of ik het leuk vond om een paar te ontvangen. Ik mocht er zelf een paar uitkiezen. Maar ik heb gezegd, kijken jullie maar wat jullie bij mij vinden passen. En ik vind dat ze het aardig goed hebben gedaan. Dit is hun Instagram account. Echt allemaal super leuke zomerse dingetjes. En zij hebben mij dus een berichtje gestuurd. En van hen heb ik dus deze gekregen. Kijk of ik het goed kan zien. Waarom doet hij het niet? Gouden oorbelletjes met een schelpje eraan. Super mooi. En het zijn gewoon zeg maar van die. Ja, dit zijn hele makkelijke oorbelletjes om dicht en open te doen. Die heb ik van ze gekregen. Dan dit onwijs leuke enkelbandje. Met schelpjes. Deze vind ik echt heel erg leuk. En die kan je gewoon los en vast maken. Dus het is niet zo dat als je hem eenmaal vast hebt gemaakt, dat je hem nooit meer los krijgt. Want ik vind dit soort dingen heel erg leuk. Maar voor mijn opleiding mag ik dus geen armbandjes en enkelbandjes en zo om. Dus het is wel heel erg chill als dat soort dingen ook gewoon weer af kunnen. Dus die heb ik van hen gekregen. En dan nog drie hele leuke bijpassende of armbandjes die bij elkaar passen. En wat ik zo goed vond, zeg maar, ik weet niet of dat expres is gegaan, maar ik draag natuurlijk gouden oorbelletjes. En ze hebben gouden oorbelletjes opgestuurd. En ik draag zilveren armbandjes. En ze hebben zilveren armbandjes opgestuurd. Dus ja, dat vond ik heel erg leuk. Dit touwtje met een zilver schelpje eraan. En die kan je zeg maar gewoon hiermee verstellen. Dan hetzelfde kleurbandje met een gewoon schelpje eraan. En nog met een leuk kwastje. En dan nog zo'n bandje met een zilver hartje. Kijk nou hoe schattig dit is. Dus dat heb ik van hun gekregen. Daar ben ik echt onwijs blij mee. Echt heel erg lief dat ze dat op hebben gestuurd. Ik ga nu gewoon even wachten. Tot ik iets hoor van Miel of ik moet komen ophalen tot hij hier naartoe komt. En dan gaan we lekker naar Rotterdam vandaag. Ik neem mijn camera niet mee. Omdat die gewoon niet in mijn tasje past. Ik heb namelijk dit tasje bij me. Jasje is van de Zara. Vest is echt al onwijs oud. Ik weet echt niet meer waarvan die is. Shirtje Jeans Louise. En ik heb gewoon mijn flare aan. En mijn rode Isabel Marantz. Dus ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is vandaag dinsdag. Ik heb morgen mijn eerste schooldag. Daar heb ik op zich wel een beetje zin in. Maar ook eigenlijk weer niet. Want dat betekent ook dat school weer echt gaat beginnen. Maar ik heb gewoon zin om iedereen weer te zien. Maar meer niet. Mijn hand trilt een beetje volgens mij. Ik ga even mijn gordijn omhoog doen. Because it's a little bit dark here. En ik heb even gedoucht, aangekleed. Ik heb echt de meest simpele outfit aan ever. Ik heb deze trui aan van H&M. Maar van vorig jaar. En vorig jaar was die al binnen 2 tellen uitverkocht. Dus ik denk sowieso niet dat ze hem nu nog hebben. En gewoon een zwarte flare. En mijn kettingjes heb ik om. Ik krijg er nog steeds best wel veel vraag over. Onderste is van My Jewelry. Net zoals mijn oorbelletjes. Die komen daar ook vandaan allemaal. Die is van Zag. Z-A-G. En die bovenste is van Queen of Jetlags. Van Somewhere Someday. Heet dat volgens mij. Dus die heb ik om. En ik ga zo meteen samen met Charme nagels laten doen. Want ze zijn echt best wel aan het uitgroeien. En zijn weer 4 weken voorbij. Deze zit los. Dus ik heb er even een pleister mee gedaan. Zodat ik hem niet de hele tijd stoot. Want dat is echt heel erg irritant als je hem de hele tijd stoot. En het doet heel erg veel pijn.
Maar ze moeten nu echt een stuk korter. Want zoals je kan zien zijn ze best wel lang. En voor school met masseren mogen ze echt niet zo lang. Dus ze moeten echt sowieso de helft. En misschien nog wel korter. En ik wil eigenlijk een licht roze kleurtje of zo. Beetje zo'n mooi oud roze kleurtje. Ik weet nog niet. En ik heb mijn haar even in de knot gedaan. Want het is een beetje vet. Ik ga het vanavond wassen. Maar daar had ik nu geen zin in. En ik heb honger. Like always. Maar ik heb natuurlijk al die dingetjes van toen die opening. Zo. Van mijn jewelry. Dus ik denk dat ik iets van dit ga proberen. Wat is dit? Een kokosreep. Een blueberry muffin. Oh, daar is mijn moeder. Oké, ik ga denk ik deze balletjes proberen. Deze muesli balletjes. Het ziet er best wel grappig uit. Het stinkt wel. Oh god. Kijk. Gewoon muesli in een bal. Beetje gek. Ik heb weer mooie nageltjes. Ik heb ze nu echt een stuk... Oh, wat is dit? Een vliegje. Oké. Ze zijn nu echt wel een stuk korter. En ik weet niet of je de kleur heel erg goed ziet, maar het is een beetje lila. Nude lila. Laat ik het zo noemen. Nude lila. En... Het zijn dus gel nagels. En ik zal even hier in beeld zetten waar ik het heb laten doen. Dus bij een meisje in Schafzante of Monster. Een van de twee. Ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ze zijn nu echt, zoals je daar straks kon zien, veel korter. Maar dat moet voor school. Want ze mogen niet lang. Als we dan gaan masseren, mogen ze er niet boven uitsteken. Dus ze zijn nu lekker kort. Maar wel gewoon dat ze mooi zijn. Dus 1 oktober heb ik weer een afspraak. Dan ga ik weer terug met Char samen. We gaan altijd met z'n tweeën. Super chill. Charles is echt een mogol. Ze had er winterjas aan. De winterjas, jongens. Oké, het is best koud nu buiten, maar alsnog je winterjas. Morgen moeten we natuurlijk naar school, dus ik ga morgen Sharp halen. Ik kreeg als tip van een meisje om hier om in die Furla tasjes een dustbag of iets te doen, zodat die niet indeukt. Omdat die tassen dus heel snel indeukt. Dus ook een paar oude sokken en een dustbag. En dan stop ik dat er zo in. Zodat die mooie bol blijft staan. Zo. En zet ik hem weer op mijn plankje. Ik wilde dus heel graag vorige week een laptop bestellen. Omdat... Ik ga het gewoon niet uit. De mijne is helemaal kapot. En ik heb echt een nieuwe voor school. Want kijk. Hij zit dus helemaal onder de chocoladevlekken. Charlotte, warme chocolademelk over mijn hoofd laten vallen. En er zit hier ook een gat. En als ik hem dan mee wil nemen naar school, gaat mijn laptop gewoon kapot. Maar de laptophoes die ik wil, die in die kleur, die is uitverkocht. En ik vind het echt balen. Maar ik heb wel volgende week een laptophoes nodig. Morgen opnieuw. Morgen gaan we alleen lunchen met de klas. Ik krijg trouwens echt onwijs veel vragen over die flarebroek uit mijn vorige video. Hij is van mijn jewelry. Maar over hoe die valt. Nou, ik heb een maatje XS genomen. En normaal in het dagelijks leven, ik film even niet hierboven, want ik heb alleen een BH aan. Maar... Normaal heb ik ook altijd een XS of 34 of zo. En qua pasvorm zit hij gewoon goed. Hij is wel, zoals je kunt zien, te lang. Dus met sneakers pas ik hem niet. Maar ik draag hem altijd met mijn Isabel Marant. Of ik draag flares altijd met mijn Isabel Marant. En dan past hij wel. Dus ja, dat wil ik nog even zeggen. Want ik kreeg er best wel veel vragen over. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En mijn klein nichtje is hier. Toch, Jo? Maar ik heb zo meteen mijn eerste schooldag en ik weet nog niet echt wat ik van mijn haar vind, maar goed. Ik heb deze trui aan die ik gisteren ook aan had, want ik had hem echt maar 2 uurtjes aan. En mijn nieuwe slangenflare. Ik wilde eigenlijk deze oranje trui aan doen, maar het werd iets te veel van het goede als ik ook nog een oranje trui aan zou doen. Dus ik doe gewoon dit aan en dit kleurt wel lekker met elkaar met mijn spijkerjasje en mijn furla tasje. Dus ik neem mijn camera niet mee naar school. Als ik dingen film is dat met mijn telefoon, niet met mijn camera. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig of zo. Ik ging me vanmorgen opmaken en Jill ging zich ook de hele tijd opmaken. En ze is nog steeds bezig met allemaal luchtjes te pakken. Toch, Julie? Ja. Ja. Maar goed, mijn moeder zit gewoon beneden hoor. Maar ze vond het gezellig om bij mij te zitten. Het is nu...
tien voor tien. Ik moet over 10 minuten bij Charles zijn. Ik ga even schoentje uitkiezen. Trouwens, je ziet mijn nagels. De kleur nu veel beter. Kijk. Echt een hele mooie kleur vind ik het. Maar even schoenen kijken. Ook leuker. Ik denk dat mijn rode er leuk onder staan. Die knalde er wat meer uit. Dus ik doe mijn rode Isabel Marantz aan. Grote. Wat? Grote. Grote fles. Mooi hè, is die. Gaan jullie eruit drinken? Ja. Sokken. Dat is op zich ook wel handig. Wat ben je aan het doen? Ik heb alleen wat. Kom, we gaan naar beneden, Ju. Nee. Zit je nou poepjes te laten? Nee. Echt wel. Ik hoor het, kom. We moeten naar beneden, Fleurtje moet naar school toe. Nee. Ja, echt wel. Nee, ja. Ik zou ook willen van niet, maar het moet. Want? Een spijkerjasje. Het is van de Zara die ik aantrek. Oké, Ju, kom, nu moeten we echt naar beneden. Nee. Jawel. Even klaarmaken. Is het leuk? Ja, ik vind het wel leuk, denk ik. Ik heb een liedje. Wat? Wat zeg jij? Even glitter? Denk het even niet. Oké, ik ga naar school toe. En ik zie jullie strakjes. We zijn weer terug van school. En Charlie en ik waren uit school eventjes naar de HEMA en naar de Action gegaan. Want Charlie gaat de kamer veranderen. Ik ga haar ook helpen. Dus dat zal ik ook wel gaan filmen binnenkort. Ze gaat haar muur donkerblauw verven. En ja, ze gaat gewoon de kamer veranderen. Of nou, ze gaat naar zolder toe. Ze krijgt een nieuwe kamer. En daar wil ze voor kijken. En ik had ook wel zin om even te kijken. Dus we gingen even naar de HEMA toe. Want ik had ook nog een schrift voor school nodig. Dus die heb ik gekocht. En ook nog wat andere leuke dingetjes. Dat ga ik ook even laten zien. Als eerste dit bij de Action. Het was maar 5 euro. En het is zeg maar zo'n box met kaarsjes erin. Maar het lijkt, er zitten 4 kaarsjes in. Maar het lijkt echt alsof er 20.000 in zitten. Ik ga even een spijkerjasje uitdoen. Het was echt gezellig om alle meiden weer te zien in de klas. Maar we hebben echt geen hol gedaan. Maar goed. Kijk. Oh. Even kijken hoor. Ik het gaan laten zien. Zo, dit is het. En zeg maar vanaf de binnenkant is een soort spiegel. Dus het lijkt het alsof er super veel in zit. Hier kan je dus gewoon kaarsjes in branden. En deze was maar 5 euro. En dan heb je zo'n houten plank. Dus deze. Van de Action. Dan bij de HEMA. Deze. Hoe noem je dit? Stalen mand in het goud. Die was nu maar 4 euro. En ik vond hem heel erg leuk. Ik weet nog niet echt eigenlijk wat ik erin ga zetten. Of erin ga doen. Misschien boeken of zo vind ik wel leuk om te doen. Bijvoorbeeld deze. En dan daarvoor die van Monica of zo. Dit vind ik ook wel gaaf. Of alleen zo. En dan nog wat erbij. Lijkt me wel leuk. Maar moet ik nog even kijken wat ik daarmee ga doen. Maar deze dus. En die was maar 4 euro. En dan. Oh, dit is mijn stagekaars voor volgend jaar. Dan wilde ik eigenlijk een snelhechter kopen. Maar toen zag ik dus dit. Was maar 75 cent. En dan kan je ook gewoon je dingetjes in doen. Per vak en zo. Dus deze 75 cent. En dan als laatste waar ik eigenlijk voor ging ook. Hij is een beetje gebogen. Zo'n collegebroek. Gewoon een witte. En dan heb je hier van die vakjes ook nog waar je dingen in kan doen. Tabbladen. En achter nog zo'n doorzichtig mapje waar je dingen in kan doen. Dus deze en die was 3 euro volgens mij. Dus dat was alles wat ik gekocht heb. Ik ga nu deze even kaarsjes erin zetten. Ik heb dus, ik weet niet of ik dat al had verteld, volgens mij wel. Maar waar is mijn telefoon? Dan kan ik het even laten zien. We hebben een kastje gekregen als zeg maar... De oma van mijn vader was overleden. En ik mocht zo'n kastje hebben.
En die wil ik dus gaan oppimpen. En het is dus zo'n soort kastje. Even mijn helder uit het oog zetten. Het is dus zo'n soort kastje. Hallo, focus is hierop. Het is dus zo'n soort kastje. Misschien dat je het hier wat beter ziet. Maar die wil ik dus, denk ik, donkergrijs verven. En dan vind ik het heel erg gaaf om dit ding daar dus op te zetten. En een beetje mijn kamer te veranderen. En een beetje goud soort tinten. Dat vind ik heel erg leuk. Dus, goed verhaal. Ik ben zo moe. Ik heb het zo warm ook. Dus misschien dat ik daar een beetje sloom praal. Maar het was wel een leuke dag op zich. Ik heb alle meiden weer gezien. We hebben lekker geluncht. We hadden carpaccio. Cakejes. Het was in ieder geval heel erg leuk. En vanaf maandag begint... Oh, ik filmde echt zo. Vanaf maandag begint mijn echte schooldag weer pas. Dus ik heb nog even lekker vakantie. Maar ik wil eigenlijk wat met deze plankjes gaan doen. Want op de bovenste staat nu mijn tassen. Dat vind ik wel prima. Ik wil het allemaal even veranderen. Maar ik weet niet wat ik hierin wil gaan doen. Maar ik vond hem zo leuk. Ik moest hem gewoon hebben. Maar, oh nee, dat ga ik doen. Ik ga hier een aparte video over maken binnenkort. Want ik wil natuurlijk dat kastje verven. Ik denk dat ik daar een aparte video over ga maken. En dan gelijk hoe ik de rest van mijn kamer een beetje opvrolijk leuk maak en alles. Dus lijkt het nou leuk, doe even een duimpje omhoog. Anders laat ik het gewoon in mijn vlog zien. Maar ik denk dat ik er een aparte video van ga maken. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. En ik heb net rijles gehad, vandaar dat ik mijn jasje en zo aan heb. En ik heb zulke erg honger, want ik heb nog niet gegeten. Ik had van 9 tot 10:30 rijles. En we hebben nog pancakes. Dus ik ga lekker pancakes maken. En dan ga ik daarna even de hond uitlaten. Hoeveel pancakes ga ik nemen? Zal ik gewoon alle 3 zo nemen zo? Ja, ik ga daar gewoon een mooi toetje van maken. Sorry voor degene die ook nog wilde. En dan ga ik ze gewoon even in de oven doen. En lekker opwarmen. Maar jij zou dus vandaag komen, maar dat gaat niet door. En jongens, ik ben zo blij, want ik heb dus de 7000 abonnees gehaald gisteren. En het gaat echt zo lekker de laatste tijd. Ik weet echt niet, gisteren of maandag heb ik er 155 bij gekregen. Dinsdag 220, gisteren 200. En dat is met de app deze. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Stelt hij scherp? Nee. Het heet Griekse IT-count, dus YouTube-count eigenlijk. En daar kan je dan zeg maar je abonnees in bijhouden, dan houdt hij dat voor je bij. Super chill. En als het goed is komt van... Oh, je ziet mijn hoofd niet eens. Jongens, 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 wat is dit? En vandaag komt als het goed is ook met mijn jewelry pakketje binnen. 4, want ik heb ze per ongeluk 4 keer besteld. Kon niet meer geannuleerd worden. Dus ik krijg er nu 4 binnen, moet ik daarna weer 3 retouren. Ik heb een broek verkocht op Unite Wardrobe. Voor de mensen die mijn Unite Wardrobe willen weten, staat in de beschrijving. Ik ga het even voor jullie plaatsen. Maar ik heet daarop gewoon Fleur Nijbakker. En oh my god. Mijn pancakes. Oh, bordje is best heet. Best logisch ook. Hebben we nog Nutella of poedersuiker? Nutella hebben we zeker. Poedersuiker ook. Oh, dit is genieten jongens. Dit is echt genieten geblazen. Ik ga jullie even neerzetten. Oh. En ik heb mijn schoenen en jas zo nog aan, omdat ik eet dit even snel op. En dan ga ik het bootje uitlaten. Dus dan houd ik het gewoon aan. Ben ik heel erg overbelicht? Een beetje volgens mij. Ik zet je er wel gewoon voor meneer zo. Op de Nutella pot. Oh. Maar wat was ik aan het vertellen? Oh ja, en ik moet ook weer wat nieuwe dingetjes bij Naked uitzoeken. Heel erg leuk. Ik weet niet of ik dat in deze week vlog ga laten zien. Want ik wil het eigenlijk laten zien wanneer ik ook... Ik heb eerst een Nutella nodig. Oh jongens, jongens, waarom is het zo'n gedoe? Oké, jullie staan even scheef. Maar eigenlijk wil ik het pas laten zien als de code ook werkt. Want de code werkt dus maar deze keer 24 uur. En is 15% korting in plaats van 20. Dat hebben ze veranderd ofzo. Ik heb geen idee. Ja, ze hebben dat veranderd. Want eerst was dat niet. Maar eigenlijk wil ik daarom pas de items laten zien als die code ook echt geldt. Want anders heb je er niks meer aan. Nou, je hebt er wel wat aan, maar de code geldt al niet meer. Dus, oké, goed verhaal. Maar je zal in ieder geval
dat te zien krijgen op mijn Instagram. Want via daar loopt het eigenlijk. YouTube heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar oké, dus zo heerlijk. Oh, niet op de tafel. Oké, ik dacht het is misschien wel leuk om een video te maken over mijn meest gestelde vraag. Omdat ik sommige vragen gewoon echt wel 580 keer onder een video krijg. En het is best wel, het is niet vervelend om die elke keer opnieuw te moeten beantwoorden. Maar als jij 20 keer op een dag te horen krijgt van waar zijn je oorbellen van. Je hebt het al 20 keer verteld. Denk je ook van mensen lees even de reacties, want het staat er al. Dus ik dacht, ik wil er eigenlijk een aparte video over maken. Maar ik dacht het is ook wel gewoon leuk om in deze vlog te doen. Dus ik ga nu mijn meest gestelde vraag beantwoorden. Als eerste de vraag sowieso waar mijn oorbellen vandaan komen. Dit zijn mijn oorbelletjes. Maar ze zijn dus van My Jewelry. Allebei. Zeg maar. Ik ga het even proberen te laten zien. Zeg maar, dit ringetje is ook van My Jewelry. Het is gewoon eigenlijk precies hetzelfde oorbelletje als die. Alleen bij deze heb ik gewoon het hangertje eraf gehaald. Dus dat is vraag 1. Mijn oorbellen zijn van My Jewelry. Dan waar mijn zwarte tas vandaan komt. Nou, dit is mijn zwarte schooltas waar iedereen het steeds over heeft. Hij is helemaal niet zo heel bijzonder. Hij is gewoon van Zebra, van het merk Zebra. Als jij. Hier kun je het merkje zien, Zebra. Als jij op Google intypt Zebra tas, dan krijg je deze. Hij was 30 euro, dus echt totaal niet duur voor een schooltas. Ik gebruik hem al 2,5 jaar. Dat was de hond. Ik gebruik hem al 2,5 jaar. Ik wil nu wel een andere, omdat ik deze gewoon een beetje zat ben. Soms heb je dat, dat je tassen zat wordt. Maar dit is echt een hele fijne tas. En die heb ik echt al 2,5 jaar gebruikt voor school. En hij doet het nog steeds. Dus die. Nog een vraag die ik heel erg vaak krijg is hoe oud ik ben. En ik weet dat zoals sowieso nu, zonder make-up lijk ik sowieso 14, 15 weet ik veel wat. Maar ik ben 18. Ja jongens, ik ben 18. En de vraag die ik veel krijg, zo ik kom even niet aan mijn woorden, is hoe lang ik ben. En ik ben 1,60. Dus ik ben echt heel klein. Of nou heel klein. Ik vind het wel heel erg klein. Ik ben 1,60 en 18 jaar. Dus dat is ja. Maar ik ben op zich wel blij met mijn lengte. Milan is ook niet zo groot. Dus ja. Ik vind mijn lengte eigenlijk wel prima. Het enige vervelende is gewoon dat sommige flares en zo dat niet past. En dat is ook gelijk de volgende vraag. Waar ik mijn zwarte flare vandaan heb. En dat is van de Sting. Ik heb mijn zwarte flare van de Sting. Omdat dat gewoon de enige is die past. Qua lengte, niet eens met sneakers, want met sneakers is hij te lang. Maar met hoge schoenen pas ik hem wel. Ja, sorry, mijn laptop staat hier. Dus dat, ja. Mijn flares komen van de Sting. Een vraag die ook heel erg vaak gesteld is. En dan niet per se voor het dagelijks leven, maar gewoon voor de mensen die ook met YouTube bezig zijn. Is met welk bewerkingsprogramma bewerken. En dat doe ik gewoon met iMovie. Gewoon, zeg maar, de bewerking app die standaard op een MacBook of iMac staat. Ik heb er niet voor betaald iets, dus ja. Nog een vraag die ik heel erg vaak krijg is hoe ik mijn foto's op Instagram bewerk. Maar ik heb, of welk filter ik ervoor gebruik, maar ik gebruik geen filter voor mijn foto's. Ik zeg maar speel een beetje met licht. Bijvoorbeeld deze heb ik gewoon ietsjes lichter gemaakt, deze foto. En bijvoorbeeld bij deze heb ik het hout wat minder groen gemaakt. Want het hout was heel erg groen. En dat is het eigenlijk. Ik speel gewoon een beetje met licht. Dit huisje heb ik iets witter gemaakt. Want die was een beetje gelig. Dat is het. Ik speel gewoon een beetje met het licht. Hier heb ik het rode van 5 iets rooier gemaakt dan dat het was. Ik doe er geen filter overheen. Ik speel gewoon een beetje met het licht. En dat is het wel. Dan een vraag die echt ontzettend vaak wordt gesteld. Is waar mijn sieraden van zijn. Maar lieve jongens en meisjes. Ik heb daar ooit een video over gemaakt. Waar al mijn sieraden vandaan komen. Die staat op mijn kanaal. Het heet Mijn Sieraden Stash volgens mij. Ik zal hem wel even in de beschrijving zetten. Zodat je die kan kijken. Want daar zijn alle ringetjes, armbanden, oorbellen. Alles staat erop waar alles vandaan komt. Dus ik heb die video speciaal gemaakt omdat ik dan niet elke keer hoef te reageren van hier komt dit vandaan, hier komt dit vandaan. Maar dat je gewoon in de video kan zien, want ik heb nu ook kettingjes om en die draag ik standaard elke dag. Misschien dat ik die video een keertje opnieuw ga maken, want ik ben niet helemaal tevreden over die video. Maar dat zie ik dan wel weer. Ik denk dat dit de meest gestelde vragen wel waren. Heb je nou nog een vraag die je denkt van nou deze vraag heeft echt iedereen?
Laat het dan weten. Maar volgens mij heb ik nu de vraag wel... Oh ja, en waar mijn badjas vandaan komt. Mijn badjas komt van de Primark. Maar volgens mij waren dat wel allemaal de meest gestelde vragen. Nog één dingetje wat ik aan jullie wil vragen. Ik heb net voor mijn body uitgelaten en heb dat een klein stukje met mijn telefoon gefilmd. Maar vinden jullie dat erg of zien jullie heel erg verschil als ik dat erin doe? Want ik zie wel zelf wel verschil tussen mijn camera en mijn telefoon. Dat is ook best wel logisch. Maar ik neem nooit, als ik body ga uitlaten of boodschappen ga doen of zo, neem ik mijn camera niet mee. Maar ik vind het soms wel leuk om dingen te filmen. Dus vinden jullie het dan erg als er dan dingetjes met mijn telefoon worden gefilmd? Of vinden jullie dat geen probleem? Vinden jullie dat alleen maar leuk? Dat was ook een vraagje van mij. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ik had natuurlijk zo'n beltbag besteld bij My Jewelry. Voor ongeluk. 4 keer. Waardoor ik nu dus 4 pakketjes heb gekregen. En er dus 3 keer terug kan sturen. Ik zal nog even 1 keer uitleggen. Ik weet niet of ik dat al goed had gedaan. Maar ze hadden daar sale. En ik had deze tas al best wel een tijdje gezien. En ik wilde er meer hebben. En hij was nu nog maar 10 euro. Dus ik dacht, ik ga hem bestellen. Toen had ik hem besteld. Maar in plaats van dat je een melding kreeg met je bestelling is gelukt, kreeg ik een melding met: sorry, je winkelmandje was leeg. Dus ik dacht gewoon elke keer dat mijn bestelling mislukt was. Waardoor ik het 4 keer heb besteld. 4 keer opnieuw. En toen kreeg ik in 1 keer 4 mailtjes binnen met je bestelling is gelukt. En toen dacht ik, maar mijn winkelmandje was toch leeg. En toen heb ik ze een mailtje gestuurd met dat ik het 4 keer had besteld terwijl ik het maar 1 keer wilde. Of ze dan die andere 3 konden annuleren. Eigenlijk gelijk heb ik dat bericht gestuurd. Maar toen kreeg ik een berichtje, omdat we zo'n snelle service hebben, kunnen we dat helaas niet doen. En moet je de 3 andere retourneren. Dus dat is... wat zit er nog meer in? Zit dat daar allemaal erbij? Nee, maar oké. Deze is in ieder geval. Dus ik ga hem nu maar gewoon even openmaken. Ja, mijn nagels vast. Er zit een mini deo bij van Dove. Dat is wel heel erg leuk dat ze dat erbij hebben gedaan. Dat is altijd chill om mee te nemen. En ook als ik naar Ibiza ga natuurlijk, mogen we alleen maar handbagage mee. Het moet alles onder de 100 ml zijn. Dus deze staat echt helemaal top vol. En dan heb ik hier de belt bag. Kaartjes. Vul je code in. Gratis te goed voor citytrip. 50 euro reis te goed. Leuk. En gewoon nog een briefje met wat ik heb besteld. Dit is het tasje. Normaal was die dus 30 euro. Als ze hem online nog hebben, zou ik hem even in de beschrijving linken. Maar het was natuurlijk sale, dus ik weet niet meer of ze hem hebben. Maar ik wilde heel erg graag een belt bag. En dat is deze lichtroze geworden. Hij ziet er wel een beetje goedkoop uit. Maar oké. En dan heb je hier de riem die erbij zit. En je krijgt er ook een draadje bij, dat je hem gewoon als tas kan dragen. Even kijken, dit is hem. Hij is niet heel groot. Ik ga even kijken of mijn telefoon erin past. Ja, mijn telefoon past er wel in. Maar er past niet heel veel extra meer in. Maar dit leek me gewoon echt heel handig. Ook voor het uitgaan natuurlijk en zo. Om zo om je middel te doen. Deze is nu dus maar 10 euro. En hij is roze. En hij moet nog een beetje uitdeuken, denk ik. Want hij is een beetje, een beetje ingedeukt. Een beetje deukjes. Ik ga even dat riempje openmaken. Deze heb ik trouwens gewoon zelf gekocht hoor. Deze heb ik niet gekregen of zo. En dan hierachter heb je van die gaatjes dat je hem er doorheen kan halen. Ik denk niet dat ik hem als normaal tasje zou dragen, maar wel als beltbag. Maar je hebt natuurlijk die Gucci beltbags. En die wil ik natuurlijk echt ontzettend graag. Maar die zijn 900 euro. En je hebt natuurlijk ook neppen. En natuurlijk, dit is ook een neppe. Maar dit is niet geïnspireerd op Gucci. Deze heeft niet van die strepen. Deze is zeg maar gewoon van... Ja, ik weet niet van welk stofje dit is, maar... Dit is zeg maar niet erop geïnspireerd. Je hebt ook natuurlijk met echt die streepjes en met die 2 G'tjes. En dat vind ik gewoon niks. Dan even kijken hoor. Dat riempje zit natuurlijk achter. Oeh, hij past echt precies. Hij moet bij mij op het laatste gaatje.
Hij is wel echt heel lang hier achter. Alleen het is staart, maar hij maakt hem gewoon vast met een elastiekje. Maar ik vind hem op zich wel leuk en gewoon vooruit gaan. Zo, kijk, nu ziet het er niet uit en nu heb ik een shirt. Ik weet niet. Wat vinden jullie? Hij ziet er zo wel mooi uit op zich. Gewoon met een spijkerhoekje en een leuk topje of zo. Ik weet niet wat ik ervan vind eigenlijk. Ik moet er echt heel erg aan wennen. Ik weet ook niet of ik hem wel zo heel mooi vind. Want kijk, ik weet niet of je dat goed kan zien. Nee, je ziet dat nu niet. Maar misschien zo, wacht. Dat hij echt een beetje deukjes of zo erin. Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat hij met de post is meegegaan. Je moet dat met een Glorix doekje doen. Dat ligt op de wc. Hij is zijn schoenen aan het schoonmaken. Zou je die andere ook niet schoonmaken? Een beetje hier zo. Dit zijn Sam's nieuwe schoentjes. Uit Italië. Cute. Ik wil wat drinken. Wat wil je? We hebben alleen maar ijs en met prik. Oké. Lekker. Half elf 's ochtends. Ja, ik heb ook een poffertjes op dus. Nog lekkerder. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik moet even heel snel opschieten, want mijn camera is bijna leeg. Ik moet zo meteen werken, dus ik kan mijn camera mooi in de oplader. Gisteren heb ik eigenlijk niks gefilmd, omdat ik gewoon lekker een rustig niksdagje had. Ja, ik heb volgens mij Sam eventjes gefilmd en meer niet. Ik wilde vanmorgen filmen toen ik mijn ontbijtje ging maken. Toen was mijn camera dus uitgevallen. Toen heb ik hem even heel snel in de oplader gedaan. Ik heb nu dus 5%. Maar ik ga hem nu verder in de oplader doen en lekker werken. Morgen ga ik mijn kastje verven en filmen, dus daar heb ik heel erg veel zin in. Gisteren heb ik met mijn ouders een kleurtje gehaald. Dus als je nou wilt zien welke kleur ik heb gehaald, moet je even die video aanstaande donderdag kijken. En ik had natuurlijk verteld dat de Naked Items, dat ik weer Naked Items kreeg. En die code die is geldig vanaf aankomende dinsdag. Heel de dinsdag lang, 24 uur lang, is die code geldig. Dus als ik straks terugkom van werken, zwemmen, ik geef kinderzwemles. Of morgen zal ik de items eventjes laten zien en de kortingscode geven. Want ik ben echt onwijs blij met de items. En ik dacht eigenlijk dat ik ze pas een volgende week vlog kon laten zien. Maar ik kan ze al in deze week vlog laten zien, omdat de code dus dinsdag geldt. Dus die zal ik ook even de rest in deze weekvlog nog laten zien. Want daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik denk dat dit echt een van mijn meest favoriete keer samenwerken is met Naked. Want die items echt, oh, love them. Echt geweldig. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. En ik dacht, laat ik maar gelijk beginnen met de items die ik van Naked heb gekregen om aan jullie te laten zien. De kortingscode is morgen geldig. Dus 4 september, dinsdag 4 september. Ja, voor jullie is dat morgen, voor mij is het overmorgen. Dus wil je nou de code weten en zien hoe alles aanstaat, moet je even dinsdag 4 september op mijn Instagram kijken. Ik zal het even in de beschrijving zetten wat mijn Instagram is. Hier ga ik alleen alle items laten zien en linkjes erbij zetten en prijzen. En dan op Instagram kun je de kortingscode vinden en zien hoe het aanstaat in mijn Instagram stories. Ik heb de prijzen op mijn telefoon staan, dus dat pak ik er heel even snel bij. Ik zou ook even plaatjes hier in beeld zetten, wel van de modellen, dat je wel kan zien hoe het staat. Oké, als allereerst heb ik echt iets super gaafs. Ik heb dit fluffy jasje, een zwart fluffy jasje. Ik weet niet of je de stof heel goed kan zien, maar het is echt zo'n zacht spul. En hij gaat dicht met van die schuifjes en hij heeft een kraagje en het is een kort modelletje. En ik vind hem echt super leuk. En deze was €100,95. Dus best een duur jasje. Maar met de kortingscode gaat er natuurlijk gewoon best wel aardig wat geld vanaf. Ik heb hem in een maatje 32. En ik vind hem echt onwijs leuk. Hij is zo lekker zacht. En ik ga hem echt heel veel dragen, denk ik. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En dat was ook gelijk het eerste item. Dan het tweede is een broek. En deze broek vind ik echt geweldig. Ik had nooit verwacht dat hij zo leuk zou staan. Deze heb ik ook weer in een maatje 32. En was
€55,95. Het is zo'n broek. Een zwarte, lange, hoe noem je dit? Geen pantalon. Het lijkt op een pantalon, maar heeft dan een rode streep met drukkertjes erop. En die drukkertjes zijn gewoon nep. Zit er gewoon zo voor de sier op. En hij heeft hierboven een elastieke band en zakken. En die stof is gewoon zo chill en mooi. En kijk nou hoe leuk. Ik vind dit echt heel erg leuk. En dan met mijn rode schoenen en een leuk spijkerjasje erop. Dus deze. En deze was dus €55. En dan heb ik nog drie tops. Als allereerst deze. Dit beige kanten topje met hele grote flaremouwen. En achter sluit hij met een knoopje. En hij heeft een heel erg mooi kraagje. Deze heb ik ook in een maatje 32. En was €38,95. En je hebt hier ook nog van die strikjes dat je hem bij je armen mooi vast kan maken. En het is gewoon echt een heel leuk topje. En die beige kleur vind ik echt heel erg mooi. Deze kwaliteit, jongens. Oh my god, deze kwaliteit is echt geweldig. Veel beter dan die kanten topjes van de Zara. Maar deze vind ik gewoon heel erg mooi. En deze dus. Maar omdat ik die topje zo mooi vond, heb ik hem ook in het zwart gekozen. Gewoon precies hetzelfde. Ook weer van die mooie flaremouwen. Met een knoopje dicht op de achterkant. Jij zit nu niet dicht. Mooi kraagje, maat 32. Ook €38,95. En ook weer van die strikjes. Kijk, hier kan je het goed zien. Die strikjes kan je hem dichtmaken. En ik vind deze tops gewoon echt super mooi. Ik heb ze ook al aangepast. Alles past trouwens. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En deze vind ik gewoon echt onwijs mooi. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Ook straks voor de kerst en zo. Echt, oh, love it. En dan als laatste, degene die ik het minst goed kan laten zien, is dit. Het ziet er nu heel raar uit. Maar het is zeg maar zo'n off-shoulder dingetje. Ik zal hier even een plaatje in beeld zetten. Een off-shoulder dingetje, blouseje. En die moet je dan zelf knopen. Als je hem aan hebt, ziet het er wel leuk uit. Maar nu aan de hanger kan ik het niet echt laten zien. Het enige ding is wel dat toen ik hem binnenkreeg, even kijken of ik dat kan vinden. Het zat er ergens. Ben je hier. Heel raar. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Ik denk het niet, maar alsof er een soort brandplek in zit of zoiets. Het is heel raar. En er zitten hier bij de borst ook een paar vlekjes. Dus dat vind ik wel, dat vind ik, oké. Bij de rest heb ik echt geen probleem. Alleen deze vind ik wat minder. Maar deze heb ik ook in maatje 32. En voor de foto is die gewoon heel erg leuk. Maar het stofje voelt wel een beetje cheap aan. En ja, die vlekjes dan vind ik een beetje jammer. Maar wat wel chill is, er zit hier, ik weet niet of je dat kan zien, een plakrandje. Dus dat als je hem op zo hebt zitten, dat hij niet omhoog schuift. Dus dat is wel heel erg chill. En ze hebben deze ook nog in andere kleurtjes. Dus misschien dat je daar geen vlek op hebt. En deze was €33,95. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Ondanks de vlekjes en het gekke plekje. Oké, dat waren alle items. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten met de prijs erbij. En de maat die ik heb gekozen. En dan dinsdag 4 september krijg je de kortingscode op mijn Instagram. En kun je zien hoe het bij mij aanstaat. Bij deze wil ik ook gelijk de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een hele leuke weekvlog vonden. Ik ga nu namelijk een andere video filmen. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week.